ze weg en bij ons. Ja, een kleine. Arowana. Heel lang wat die lang ontdekt. Laag ontdekt is Arowana. Ja, oké, in principe. Ja. Dan gaan we. Dat is echt een mooie meevrouw. Ik weet niet wat ik zo. Fantastisch. Een van de schoonheden die ik heel graag in een bak zou willen hebben. Aquarium laten staan, nou zal de aquarium niet erg makkelijk worden te onderhouden. Dus even kijken waar je van appen kan doen. Kijk wat er meer van mag dat zijn. Naast dat het toch niet. Kijk, het is die het uit Mexico. Er in Orinoco, Regio Rio Negro. Dat dit soort prachtige verschijnselen overal worden gevonden en nog steeds bij bosjes worden ontdekt. Meervallen zijn catfishes van die monsterachtige familie. Komen in zeer kleine en zeer grote formaten voor. En de biodiversiteit van deze soort is ongekend groot. Vooral in het Zuid-Amerikaanse stroomgebied van de Amazone. Er zijn de vier in de Negro en de Orinoco. En al de rest komen deze vogel, deze slachten, in enorme aantallen voor. Er zijn hartstikke aardig mensen die deze vissen willen studeren en kunnen plaatsen. Daar krijgt de vissen geen naam meer, maar nummers. Dus de L185, L186 en dergelijke. Omdat er geen tekort is aan namen te beschrijven. Deze tak is het hier. Bekdraden, 6 stuks, 4 onder, 2 boven. Middengeplaatste snuit, typisch geval bij dieren die algen eten, ook kleine dieren zweven uit het water. Zo ook grotere dieren kunnen prooi worden voor deze meerval die eigenlijk op een roer is. Even een stukje de droom. De laatste dag is de droom, 31 maart. Wat goed, hè?